Zilveren is een reisje wel de moeite waard. Ja, kijk maar op de kaart, en dat met zulke vaart. Dag en nacht maar door te vliegen, wat dat zeggen wil. Ja, dat is voorbaar geen peulenschil. Het is alweer de KLM, het is alweer de KLM. Vliegen over land en zee. Het is alweer de KLM, het is alweer de KLM. Nu met wol en barbentje. Uiven, prachtige vogel, snel en sterk. Uiven, recht op je doel, op dat is werk. Het is alweer de KLM, het is alweer de KLM. Die droeg Nederlands room weer mee. Leden van de bemanning van de Uiver. Nu door de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, door u tot uw enkele woorden gesproken zijn, wil ik namens de regering u hartelijk welkom heten bij uw behouden terugkomst in het vaderland. Maar niet namens de regering alleen, ik weet te spreken namens geheel ons volk. Geheel Nederland heeft met geestdrift uw vlucht gevolgd. Geestdrift die niet, zoals het zo dikwijls is, een ogenblik oplaaide om daarna onmiddellijk weer te verflauwen, maar geestdrift die onverflauwd heeft voortgeduurd gedurende de dagen dat wij hebben moeten wachten op uw terugkomst, dagen waarin we anderen hebben benijd die eerder in staat zijn geweest u te bereiken en u te huldigen. Mijn heren Plesman, Parmentier, Mol, Prins en Van Brugge. Het gemeentebestuur heeft het niet alleen bij woorden willen laten. Het heeft u ook een stoffelijk blijk van zijn...
bewondering willen geven en heeft daarom besloten u allen de zilveren medaille der gemeente te verlenen. Mijn heren, namens het gemeentebestuur wens ik u hiermee van harte geluk. Meneer, wil u de rustgang in de fles nemen? Ik was erg bedankt gedaan. Dat is bijzonder prijzen. Ik spreek zeker namens de hele bemanning en alle passagiers als ik zeg dat wij nog nooit in ons leven zoveel hartelijkheid hebben ondervonden als op deze reis. Het is nog niet geheel tot ons doorgedrongen waaraan we dat eigenlijk wel verdiend hebben. Maar niettemin dank ik u namens alle opvarenden van de Uiver voor het medeleven en het enthousiasme waarmee u allen onze vlucht hebt vervolgd en welke tot uiting kwam door de duizenden brieven en telegrammen die wij mochten ontvangen en de geweldige spontane ontvangsten die wij overal waar wij met onze Uiver leerstreken in ontvangst konden nemen. Thank you.